afgelopen week, maar ik miste hem met name gisteren toen mijn nieuwste boek werd afgeleverd. Mijn boeken heb ik al bij Marnix uitgegeven en zo ook dit laatste boek. En dat werd dan bij Marnix thuis neergezet, een paar pallets. En dan belde Marnix mij snel op en die zei hij, de boeken zijn er, je kan gaan showen. En dan kom ik heel snel daar naartoe. Ja, heel snel. Ik zorgde eigenlijk altijd dat ik een uurtje later was. Omdat ik wist dat Marnix, zoals hij was, was begonnen met showen en dan hoefde ik alleen de laatste paar doosjes. Maar dat hebben we allemaal voor lief genomen, omdat Marnix bovenal een heel lieve, zorgzame en heel papazame stiefpapa was, die altijd jou het lachen maakte. Dus lieve Marnix, maak ze gek erboven in je gloednieuwe Audi A8 en bestel alvast een vaste plek. Een patatje oorlog, een broodje boom met pindasaus, een broodje kroket, een broodje frikandel speciaal en een slaatje. En drink een Jack Daniels zonder ijs op ons. We hebben je de afgelopen jaren in ons hart gesloten en ga je heel erg missen. Dag, Marnix. Ik geef dat Den Haag een veilige stad is. Een probleem omheen. Zwaaien en vrouwen samen. Zwaaien. Ja. Zo, cowboy. Eindelijk uitgekankerd. Mooie boel. Aan jou heb ik ook een broertje dood, blijkbaar weer. Tot zover de flauwe woordspelingen. Maar fuck it, eindelijk krijg je dan je spotlight moment op het podium van het paard. Op precies dezelfde plek als waar je vrienden Mick Jagger, Prince, Southside Johnny en onlangs nog die nepbroers stonden. Gewijde grond, geniet ervan. Vrees niet, je hoeft niets te zeggen. Blijkbaar lekker, gewoon liegen. Godverdomme goos, we gaan je missen. En niet alleen wij. De familie en vrienden, maar iedereen die je hebt geraakt tijdens je leven, je tekorte leven. De Grim Reaper is een lul die nooit eens een keer te laat wil komen en altijd raak maait. Het trekt mensen uit ons midden die we niet willen missen, die we nu alleen nog maar kunnen missen. We zijn je dankbaar voor alles wat je ons gegeven hebt. Niet alleen Haagse Harry uiteraard, niet alleen de manifestatie van al je talenten, want dat had er ook van. Nee. Maar ik zal nooit vergeten hoe jij in de gefrustreerde razernij mijn kamer binnenstormde om het ambachtelijk in elkaar geklikte muurtje van legosteen aan het dichtelen te schoppen. Mijn levenswerk vernield. En niet veel later leefde je uit op mijn zo gekoesterde bedmobiel die ik god beter van niemand minder dan Sinterklaas had gekregen. Jaren later heb ik je teruggepakt toen ik alle muisjes in stapel vieze boekjes onder je bed van een snorretje heb voorzien. Ha! Daar had je niet van terug. De dood sterft. Er zijn maar weinig mensen die de Haagse spelling echt in hun vingers hebben. Ik ken er maar twee. Maar vanuit het Haagse Taalinstituut zullen Sjaak en ik blijven waken over dat bijzondere stukje erfgoed. Daarom mensen, als jullie zo nodig iets in het Haags willen schrijven, stuur het even naar ons toe. Kijken wij of het goed is, dan corrigeren we het wel. Of ligt het groen-gele boekje uit je hoofd, we hebben nog een paar liggen. Er staat het allemaal. Een woord van Harry's rauwe woorden is een warm mens van ons heen gegaan. Een klein stukje troost wat in mij gaat huizen, is dat Marnix Brokkie zuivere cultuur tot in de eeuwigheid door het Haagse zal blijven suizen. Zijn nalatenschap bruist gelijk een puist. Lekker raar en onbesuist. Beste Marnix. We zijn allemaal wel eens ziek. Dus dat je soms opstaat en of wakker wordt en er hangt een enorme drol over het was in je endeldarm of je hebt een knetterende knijter van een kater. Of je hebt gewoon jeuk aan de borst op je voorhuid. Kortom, we hebben allemaal wel wat ongemakken te verstaan. En daar lopen we dan gewoon mee door. Dan moet ik graag dat Marnix dood is. Ik kan dat moeilijk accepteren. Wat dat betreft haal ik graag een grote Haagse filosoof aan. F. Jacobsen, die ook eens zei: fysiek is altijd psychisch. En vertaald in mijn woorden is dat: je bent niet dood, het zit alleen maar tussen je oren. Wat dat betreft herinner ik je graag aan een grap die de grote markt vertelde, maar die te grof vond om in een tekening onder te brengen. En die ging als volgt, dat ging over een Jood die in een concentratiekamp vanuit de wachttoren werd neergeschoten. En dat de Duitsers toen riepen, Schweinhund! Ja, grap. Schweinhund, Marnix. En heb je nou, je wou nooit in het middelpunt van de belangstelling staan, dan kijk nou eens. Maar goed. Misschien moeten we de realiteit wel onder ogen zien. Ten slotte heb ik je daar zien liggen in het ziekenhuis bij Stijn. En toen ik daar van thuis kwam, zei ik tegen Danny: schat, je wil me één ding beloven.
Ik wil nooit afhankelijk zijn van de machine of mijn voeding via vloeistof uit een flesje krijgen. En toen heeft ze, toen ze opgestaan, toen heeft ze de televisie uitgeflikkerd en heeft ze mijn flesjes bier staan even niet in de gootsteen. Ik denk dat je in goed gezelschap bent daar. Adriaan Bontebal, Hans Prins, Ferry Witsand, Joris Schiks, om maar een paar aangewezen te noemen. En natuurlijk Clarence Clemens van de E Street Band. En wie weet straks, Keith Richards. En wij, hoe moeten wij verder als aangewezen? Kijk, wat ADO betreft zijn we wel wat gewend, maar hoe moet Den Haag met het verlies van zo iemand omgaan? In de eerste en in de laatste plaats toch een wereldgozer en wat mij betreft de beste striptekenaar die Den Haag ooit heeft gehad. Wat? Die Nederland ooit heeft gehad. Ja. Ja. En laten we ons er maar bij neerleggen. Hij heeft het tenminste ook al gedaan. De meester van het Haagse woord, de ongekroonde koning van de Haagse humor, is dood. En wat mij betreft, leven de koning, lang leven Marlies Ruud. Toch met die stiekem in de kleedkamer filmende hockeycoach. Het woord kinderlogger viel en Marnix begon te glimmen en hij voegde er deze Harry klassieker aan toe. Wie zegt dat hockey geen kerksport is? Ook in het ziekenhuis hebben we nog zo verschrikkelijk gelachen dat het maar goed was dat hij extra zuurstof kreeg. Marnix was een trouwe vriend in moeilijke tijden, bescheiden, genereus en hartelijk. Trots op zijn lieve stoere dochter Jodie, die de wereld afreisde. En ik weet hoe fijn hij het vond om een kameraad te hebben in zijn geliefde Nienke. Is hij nu weg? Wel nee. De lamellen gaan opzij. Daar zijn de grijnzende hoofden van twee gouden Haagse gozers die ons nooit zullen verlaten. Dat heeft de burgemeester eigenlijk al prachtig verwoord in de krant toen het nieuws bekend werd. En ik vind, want de burgemeester had hier heel graag aanwezig willen zijn, maar helaas, hij kon echt niet. En ik vind in ieder geval dat die woorden ook namens de burgervader van deze stad toch nog een keer hier moeten klinken. En ik heb zelf als wethouder in de 4 maanden dat ik wethouder ben, heb ik nog nooit gespeecht. Ik heb al veel gespeecht, maar nog nooit gespeecht vanaf papier. Want de enige manier waarop ik het kan doen is door bij mezelf te blijven. En dat is ook een les die Haagse Harry aan ons allemaal heeft geleerd. Blijf bij jezelf, dames en heren. Niet alleen Haagse Harry verloor zijn vader. Heel Den Haag blijft verweest achter. Als geen ander hield Marnix Rup met zijn relativerende humor de stad de spiegel voor. Hoe scherp zijn observaties ook waren, ze kwamen voort uit zijn liefde voor de stad. Dat maakte de zeggingskracht van zijn tekeningen zo groot. Een groot talent en een bescheiden mens is van ons heen gegaan. We gaan Marnix en de spiegel die hij ons voorhield zeer missen. Stop, laat me graag over zaken. Ja, ja, dat is de Haag. Ja, dat is de Haag. Ja, dat is de Haag. Maar de onder de roep van de zaken. Ja, dat is de Haag. Minima gaan.
stoppen.